Ik was vandaag in de Tweede Kamer om ons jaarverslag aan te bieden. Tijd voor de burger. Het is tijd om met de burger samen aan de slag te gaan. Er zijn grote problemen, die kennen we allemaal. Toeslagen, Groningen, Zuid-Limburg, maar het speelt eigenlijk overal. Ik wil heel graag dat de overheid naast de burger gaat zitten en staan en niet tegenover. Als je tegenover iemand staat, kun je niet samen vooruit. En luisteren naar de burger, tijd maken om te luisteren, daar begint de oplossing van veel problemen. En daarom, tijd voor de burger.